Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shoplog voor je en deze is van juni en juli. Ik heb het dus niet in één keer gekocht, maar ik had ook wat cadeautjes nodig en ik heb dus wat dingetjes gekocht. Dus ik ga je in deze video laten zien wat ik heb gekocht bij de Action. Mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Het eerste product wat ik heb ik er even uitgehaald, want het begon te lekken. En dat is deze shower gel van Passion Fruit. Ik weet dus inmiddels al hoe die ruikt, omdat die dus begon te lekken. Maar de hele fles was pikkerig, dus ik dacht, dat moet ik even schoonmaken. Dat is niet zo lekker. Maar het is een refreshing formule met een, die je huid zou reinigen. Gewoon een hele basic shower gel. Hij is geschikt voor elke dag te gebruiken, of dagelijks gebruik, moet ik zeggen. Zit 500 ml in. En deze zag er wel heel erg soort van lekker uit. Volgens mij lekt hij aan de onderkant nog een beetje. Maar die heb ik dus allereerst gekocht. En ik ben wel benieuwd. Ze hadden meer producten uit die lijn. Ik heb daar ook wat dingen van gekocht, maar die zien we later wel. Het volgende product wat ik heb gekocht, dat is een poeder voor je vuilnisbak. Ik gebruikte eerder altijd van die lavendelzakken. En die vind ik nog steeds heel erg fijn. Alleen ik heb inmiddels zo'n grote prullenbak. En die prullenbak die pakt eigenlijk alleen maar hele grote zakken. En die lavendelzakken die zijn qua opening best wel klein. Waardoor die dus niet op mijn vuilniszak past. Maar ik vond het altijd wel heel lekker. Maar hierdoor kun je dus je vuilnisbak fris en schoon houden. Nou, schoon, dat weet ik niet. Je moet ze zelf schoonmaken. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Want het is allemaal vrij klein. Ja, ik moet dat gewoon even op mijn gemakje nalezen. Er zit 500 gram in. Je had verschillende geuren. En ik heb de roze gekozen. Ze hadden ook alleen maar roze. Maar ja, dit is Berry Blast. Dus ik was hier wel nieuwsgierig naar. Want de vuilnisbak die ruikt gewoon best wel snel. En vooral met warme dagen. Dus die ga ik proberen. Maar ik denk dat ik daar in een van mijn vlogs nog wel eens op terugkom. Als je daar benieuwd naar bent. Ik weet niet wat de andere geuren zijn die ze hadden, eerlijk gezegd. Dan heb ik een product waar ik zelf ook heel erg benieuwd naar was. En dat is de Pink Stuff reinigingspasta. Je hebt natuurlijk best wel veel van Clean, of van Pink Stuff moet ik zeggen. Pink Stuff is ook een merk wat Vibra verkoopt, maar Action heeft het tegenwoordig ook. En dit is de pasta. En het lijkt me ook heel fijn om hier bijvoorbeeld de airfryer mee in te smeren, zodat die gewoon ontvet wordt. Want ik doe het ook wel met Dusty, maar dit lijkt me net iets effectiever. En ik moet wel zeggen, mensen waren hier best wel enthousiast over. Dus ik was zelf ook wel heel erg benieuwd naar de pasta. Ik denk dat ik deze ook nog wel eens ga proberen hoor, in een vlog. Hij is verder ook vegan. Er zit 850 gram in, dus op zich kun je er best wel lang mee doen. Ik ga hem ook dicht laten zitten, want ik weet niet hoe het er van binnen uitziet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar deze pasta. Je hebt heel veel uit deze lijn trouwens, maar ik heb nu gewoon alleen de pasta gekocht. Dan moest ik ook een aantal cadeautjes hebben voor Nathalie. En wat zij had gevraagd, dat is deze beker. Je had deze beker in verschillende kleuren. Je had goud, zilver en deze kleur. En op het moment dat ik bij de Action was, hadden ze eigenlijk goud en deze staan. Ik dacht, deze kleur vind ik net wat beter bij Nathalie passen. Het is gewoon een hele basic beker waar je dus drinken in kunt doen. En waar je dus eigenlijk gewoon met een rietje uit kunt drinken. Dit zijn trouwens plastic rietjes, die kun je ook hergebruiken. Volgens mij hoort hij er eigenlijk officieel andersom in, zodat hij er niet uit kan. Maar dat is deze, die had je dus in verschillende kleuren. Dan heb ik een aantal zakjes van deze gekocht. En dit zijn de navullingen voor de vochtvreters. Want ik heb dus zo'n vochtvreter staan. En het zakje wat erin zat was al helemaal opgedroogd. Die kon niks meer. Dus ik dacht, laat ik even een aantal meenemen. Ik heb hier nu twee zakjes. Als het goed is zitten er ook nog twee ergens anders in de tas. Maar dit is eigenlijk gewoon een navulling voor de vochtvanger. En ik dacht, laat ik gelijk even wat inslaan. Want ja, weet je, dan heb ik weer eventjes genoeg. Want het gaat best wel hard, omdat ik hem in de douche heb staan. Dan ook even een basic items. En dat zijn deze scheermesjes. Die koop ik eigenlijk tegenwoordig altijd, deze. En die zijn bij de Action heel betaalbaar. Dus die heb ik ook weer even meegebracht. Even kijken hoor. Ik zie hier nog in ieder geval een zakje met de
navulling vocht van de vochtveter. Ook voor Nathalie had ik deze diamond painting gekocht. Ze wilde heel graag een diamond painting van Bob Ross hebben. En ik vond deze er wel heel erg mooi uitzien. Bob Ross heeft natuurlijk heel erg veel mooie landschappen gemaakt. Hij zit ook al op canvas. Alleen het enige bij deze is, je hoeft niet de achtergrond te painten. Alleen deze bergen en zo hoef je te painten en dat soort dingen. Dus je hoeft bij deze niet heel veel te doen qua painting. En ik denk voor iemand die niet echt vaak paint of het gewoon een keer leuk vindt om te proberen, dat dit dan heel handig is. Maar ik vind het normaal wel leuk als je ook een achtergrond kunt painten. Maar goed, ik vond deze eigenlijk de mooiste die er was, ook vanwege de roze achtergrond. Dan heb ik ook deze rietjes gekocht. Die had ze ook op haar lijstje staan. Ze hadden op het moment dat ik bij de Action was alleen deze rietjes. Het zijn gewoon van die roestvrij stalen rietjes met een borstel. Aangezien je geen plastic rietjes meer kunt kopen, denk ik dat mensen sneller overgaan op van die roestvrij stalen rietjes. Omdat dat dan nog lekker drinkt. En plastic, dat wordt gewoon heel vies. Dus ik heb deze kleur genomen. Misschien dat ze andere kleuren hebben gehad, maar op het moment dat ik bij de Action was, hadden ze dat niet. Dan heb ik deze ijsjeset gekocht. En dit zijn eigenlijk gewoon bakjes om ijsjes in te scheppen. Je krijgt ook lepeltjes erbij. Er zitten lepeltjes in. Er zit hier aan de achterkant een ijslepel. En je krijgt dus bakjes. Het is een set van 4. Je krijgt 4 ijslepeltjes, 4 bakjes en dan 1 keer een ijsschep. En ik vind schepijs altijd wel heel lekker, maar ik vind het dan ook leuk om het in een soort van bakje te doen. En ik had ze eigenlijk al een tijdje gezien, maar ik had ze al een tijdje op mijn lijstje staan. Maar elke keer als ik bij de Action was, hadden ze niet en nu hadden ze ze. Dus ik dacht, ik neem deze set met ice cream mee. Gewoon heel leuk om hier een ijsje uit te eten, vind ik. Dan heb ik nog een nieuwe bronzer. Dat is de Sunkissed Glow. En ik heb al zo'n bronzer, maar die is net wat anders als deze. Deze heeft net weer wat andere kleuren. Je kunt hem ook voor je lichaam gebruiken. Maar ik vond deze kleur wel, of ik vond deze gewoon heel mooi uitzien. Dus ik dacht, die neem ik gewoon mee. Omdat ik wel benieuwd ben of dat die goed bevalt. Dus dat is deze. Alles ligt een beetje door elkaar heen, dus ik moet zo even graven. Dan heb ik een mapje gekocht. Ik wilde een mapje hebben voor mijn belangrijke bonnetjes. En toen dacht ik, oh, ik kijk even bij de Action. Toen heb ik dus zo'n map meegenomen. Dus als ik nu bonnetjes heb waarvan ik weet dat er garantie op zit, kan ik die in deze map allemaal bij elkaar stoppen. En dan heb ik alles bij elkaar. Ik scan bonnetjes altijd wel voor de zekerheid ook in op de computer, zodat ik zeker weet dat ik ze ook altijd nog heb, omdat sommige bonnetjes dus vervagen. Maar dan kan ik in ieder geval mijn belangrijke bonnetjes hierin stoppen. Dan heb ik hier uit de Passion Fruit lijn een body scrub. En ik had echt heel erg hard een body scrub nodig. Ik had ze normaal de laatste tijd best wel uit een tube. Die vond ik wel heel fijn, maar die hadden ze op dit moment niet. Ook deze is al onwijs aan het lekken. Dus die ga ik gelijk zo even wegzetten om schoon te maken. Want aan de zijkant komt er dus wat scrub uit. Maar dat is gewoon een body scrub. En er zit 400 gram in. Hij ruikt heel lekker, maar het zit nu ook aan mijn vinger. Dus ik ga hem nu gelijk even schoonmaken. Dan heb ik 3 eyeliners. En dit zijn eigenlijk 2-in-1 eyeliners, want ze hebben een stempeltje. En ik dacht dat deze in de aanbieding was. Maar als dat zo is, dan heeft er een sterretje voor de prijs gestaan. Dit zijn gewoon eyeliners en er zit dus aan de andere kant een stempeltje, waardoor je dus eigenlijk een heel leuk effect kunt creëren. Zoals bij deze, die heeft dan een sterretje. Dit is een oranje kleur, het zijn wat gewaagde kleuren, maar ik dacht misschien is het wel leuk om dat gewoon ook eens uit te proberen. Mochten jullie het leuk vinden, bijvoorbeeld in een losse video. Dan heb ik ook de groene. Die heeft een soort van klavertje 4, zoals je hier kunt zien. Het ziet er heel leuk uit. Ik kon 3 kleuren vinden, dus ik heb er 3 gekocht. En dan heb ik ook nog deze. En deze is toevallig ook een beetje vies. Die moet ook even schoongemaakt worden. En dit is een blauwe. En die heeft een soort maantje. Dus wel heel leuk. Het leek me leuk om hier wat mee te doen. Dus ik dacht, ik neem ze gewoon mee. Ik zit nu ook eigenlijk heel dom naar die plaatjes te kijken. Maar ik zie hier op het doosje ook de afbeeldingen staan die ze geven. Maar goed, dat zijn die. Dan ga ik even de andere tas erbij pakken. Dan heb ik deze body scrubber gekocht.
En dit is eigenlijk een soort band waardoor je je lichaam kunt masseren. En het leek me lekker voor mijn rug. Ik heb best wel veel last van mijn rug. En ik dacht, nou, dat is best wel lekker. Ik denk dat je dit ook wel onder de douche kunt gebruiken misschien. Staat er denk ik niet heel duidelijk op. Maar daar kom ik achter. En anders kan het gewoon... gewoon zo. Maar hier kun je dus gewoon eigenlijk, ja, die kun je lekker over je rug. Ik denk het wel, want dit meisje gebruikt schuim. Kun je hem lekker over je rug heen laten gaan. Dat zijn vaak de plekken waar je niet zo makkelijk bij komt. Dus die, ja, die daar ben ik wel echt heel erg benieuwd. Nou, zo is zwaar, zo'n ding. Of dat werkt. Dus dat ga ik gewoon eens even lekker proberen. Dan heb ik twee big shirts. En dit zijn big shirts en deze die hebben dus geen mouwtjes. En dat vond ik zelf wel heel erg fijn. Daar was ik heel erg naar op zoek, want deze vind ik dan heel lekker om mee te slapen. Want als ik iets aantrek met mouwen met slapen, dan is het eigenlijk 9 van de 10 keer dat ik heel erg ga zweten. Dus dat werkt niet zo goed voor mij. Maar ik dacht, hey, deze zonder mouwen, die vind ik er wel heel erg fijn uitzien. Dat is deze, met deze afbeelding. En ik heb ook een roze en ik vrees dat daar nu ook wat spul op zit. Maar ik ga ze toch eerst wassen. Dat is deze, maar die ziet er dan aan de achterkant zo uit. Dus ik was hier wel, ja, ik vond dit wel heel interessant. Ik heb een S'je en een M'tje, maar op zich met slapen vind ik als het iets ruimer zit ook helemaal geen probleem hoor. Even zoeken hoor. Zo veel in inmiddels. Dan heb ik Cracky Hue Cream. En dat is deze. Ik heb best wel snel last van die gespleten hielen, zeg maar. En toen zag ik deze crème en die zouden je voeten weer zacht maken en smooth. En toen dacht ik, dit wil ik wel eens proberen, want het is eigenlijk gewoon een crème. Je kunt hem dagelijks gebruiken en ik dacht, dan kan ik hem aanbrengen, doe ik die spa-sokken eroverheen aan. En ik denk dat ik dan weer hele zachte voeten heb. Dus daar was ik wel heel nieuwsgierig naar, dus die heb ik even gekocht. Dan heb ik ook weer een aantal van die eeltsokken meegenomen. Ik vind deze gewoon heel erg fijn gebruiken, omdat ik best wel veel last heb van eelt. En deze werken voor mij gewoon echt heel erg goed. Dus eigenlijk als mijn voorraad weer wat opraakt, neem ik weer even wat mee, omdat ik ze gewoon heel fijn vind. Ja, dan heb ik nog zo'n standaard huishoudding en dat zijn van die wc-taps. Ik heb gelijk 2 doosjes meegenomen, want ik vind ze bij de Action heel betaalbaar en ze werken heel goed. Ze beloven ook te ontkalken, te schoon te maken, maar ook refreshen. En er zit een citrus geurtje aan. Het is altijd wel lekker fris, dus deze neem ik meestal bij de Action mee. En omdat ik er niet zo heel vaak kom, dacht ik, neem ik er gelijk 2 mee. Daar zitten trouwens, eventjes kijken hoeveel tabletten, 10 tabletten in 1 zo'n doosje. Voor mezelf heb ik deze beker meegenomen. Die vond ik zo'n lekker kleurtje hebben met roze. En er zit 500 ml in en ik moet meer drinken. Dus ik dacht, nou, je kunt er trouwens limonade, water, ijskoffie, milkshakes en sap in doen. Dus ik dacht, dat vind ik wel heel erg fijn. Dus ik dacht, ik neem lekker zo'n fel roze mee. Past ook wel een beetje in het thema van Barbie, vind ik momenteel. Nog zo'n basic items, dat zijn klerenhangers. Meestal als ik er nog weer wat nodig heb, neem ik er even zo'n set van 10 mee. En je hebt tegenwoordig hele mooie klerenhangers, maar ik vind deze heel fijn omdat ze lekker plat tegen elkaar aan kunnen. En dat vind ik zelf gewoon heel prettig, dus ik neem altijd deze. En daar heb ik ook alles van, dus ik vind het mooi om het in geheel te laten. Dan heb ik dit apparaatje. En dit is eigenlijk gewoon schuurpapier. Dit is een handschuur... schuurtje. Ik wil mijn radiatoren gaan doen en die moeten even geschuurd worden. En toen zag ik deze handschuurmachine. Er zitten dus ook taps bij, die kun je erin klemmen en dan kun je hem dus heel makkelijk zo vasthouden en schuren. Ik ga dat project ook in de vlog laten zien als ik dat ga doen. Maar ik dacht, dit ziet er wel heel ideaal uit. Dus deze ga ik gewoon meenemen om te proberen, om te kijken of dat wat is. Dan heb ik nog deze peel-off maskers. En dit zijn metallic peel-off maskers. Die vond ik er heel leuk uitzien. Je krijgt een cleansing pink.
een Purifying Blue, Smoothing Silver en Refreshing Purple. Ze krijgen ook echt deze kleuren als het goed is. Het ziet er ook altijd leuk uit. Misschien ook leuk als cadeautje. Misschien als je een meidenavond wil houden met vriendinnen of eventueel met kinderen. Dat kan natuurlijk. Dan ziet het er leuk uit om zo'n maskertje aan te brengen. Ik zie niet zo snel hoeveel erin zit. Dat zou je vast opstaan. In elk tubetje zit 20 gram in en ze zijn vegan. Dus ook altijd wel handig om te weten voor mensen die dat ook heel belangrijk vinden. Dan heb ik dit matje gekocht en die vond ik heel handig, want hier kun je dus je styling tool opleggen. Ik denk dat we het probleem misschien wel een beetje kennen, dat als je je haar een keer wilt krullen of stylen met een tang, dat je nooit zo goed weet waar je die tang moet laten, omdat hij heet wordt. Je kunt hem niet overal neerleggen. Ze hebben dus nu hele handige matjes waar je hem op kunt leggen. Hij heeft een dubbele functie, want je kunt uiteindelijk ook je tang erin rollen en daardoor meenemen. Want je ziet dat ze hem hier in een tas stoppen. Ze rollen hem hierin en zo vervoeren ze hem dan. Ik weet niet precies hoe dit gaat blijven zitten, maar dat zal vast wel heel duidelijk zijn. Ze hadden twee kleuren en ik heb in roze genomen en hij is gemaakt van siliconen. Dan een setje dining, of cutting dies moet ik zeggen. En die vond ik er heel leuk uitzien, want dit zijn rondjes. En ik vind het ook leuk om een rondje uit te snijden. Je hebt best wel verschillende, zie ik. Op dit moment, toen ik er was, hadden ze er niet zo heel veel. Maar ik vond deze wel heel erg leuk, heel huiselijk. Want er zit er ook eentje bij dat hier een hondje ligt voor een stoel. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dus ja, je hebt ook gewoon rondjes die je dan uit kunt snijden. Waar je ook weer wat leuks mee kunt doen. Dus ik vond deze er heel leuk uitzien. Dus die heb ik meegenomen. Je schijnt ook deze varianten te hebben. Maar ik heb alleen deze gezien. En die vond ik er gewoon heel leuk uitzien. Dan heb ik een setje met glitter twin markers meegenomen. Dit zijn alleen glittermarkers. Wat ik wel heel erg leuk vond om te gebruiken bij het bullet journalen. Je krijgt hier weer een dubbele kant. Misschien dat jullie het leuk vinden om hier een losse video over te zien. Want ik heb laatst ook een video gemaakt over markers en die werd best wel goed ontvangen. Dus je krijgt 12 glitter twin markers. En ik dacht, dat ziet er wel heel leuk uit. Dus zou ik eventueel nog voor jullie willen uittesten. En anders kan ik ze ook in een van de vlogs gebruiken. Maar laat gewoon maar even weten wat je zelf leuk vindt om te zien. Dan hebben we hier 3 kleisticks. En ze hadden ze weer. Ik had een tijdje geleden al de roze variant. En ze hadden nu alle kleuren. Dus ik heb ze alle 3 meegenomen. Dit zijn dus van die kleimaskers in een stickvorm, wat echt heel fijn is. En je kunt ze heel makkelijk aanbrengen en ze maken je gezicht echt heel zacht. En ik heb hier de Chamomile variant, dat is de gele variant. Dan hebben we hier de Charcoal, die is dus grijs. En het werkt echt heel goed. En de groene, en dat is Camellia. Dus die heb ik ook even meegenomen, omdat ik het leuk vond om die ook gewoon eens uit te proberen, omdat die roze goed beviel. We zijn er bijna doorheen, jongens. Dan heb ik nog een aantal van die luchtverfrissers meegenomen. Ik heb hier allereerst een special edition, is een summer, met Fruity Sunset. Leek me wel lekker om zo'n speciale geur. Ik vind de geuren gewoon heel lekker om te gebruiken, dus die. En ik heb eigenlijk 2 keer de basic variant die ze standaard hebben van de lavender en flowers. Ik vind deze heel lekker ruiken. Ik weet ook al hoe ze ruiken, dus die vind ik altijd wel heel fijn. Die neem ik meestal standaard dan eventjes mee, omdat ik weet dat die heel lekker zijn. Maar ik vond het leuk om die zomereditie ook te proberen, want misschien is die ook wel heel lekker. Alleen is die wel tijdelijk verkrijgbaar. Dan nog een setje met kaartjes. Dit zijn gekleurde kaartjes, vond ik ook wel leuk. Het zijn 8 dubbele kaarten met enveloppen in, dus verschillende kleuren. Dat was ook wel leuk. Er zit een hele lange haar van mezelf aan. Dus voor de kaartjes maak ik deze. Ik ga heel eventjes alles er nu uithalen hoor, want het is echt niet veel meer. We zijn er echt bijna doorheen.
Dan begin ik even met deze, want deze zit nog ingepakt. Maar dat is een heel leuk schaaltje. En ik had het van Nathalie, had ik dus ook de beker hiervan gekregen. En toen zag ik dat ze ook schaaltjes hadden. Dus ik vond het wel heel leuk om die dan bij elkaar te hebben. Het is dus een poesje, een schaaltje van een poesje. Je had verschillende diertjes, maar omdat ik natuurlijk van poes hou, vond ik deze er gewoon heel erg leuk uitzien. Dus ik dacht, dan ga ik voor die. Omdat ik die er wel, ja, gezellig uit kan zien. Ik pak hem direct even in, dan kan die bij de afwas. Dan heb ik nog wat make-up producten. Ik heb allereerst deze lipgloss en dit is een cherry fragrance. En er zit een soort hoesje omheen waardoor je hem kunt ophangen. En ik vind het gewoon leuk om te proberen, lipgloss, weet je. Ik vind lipgloss gewoon ook wel fijn om te gebruiken. Ik dacht, ja, het is wel leuk om gewoon te proberen. Er zit 15 ml in en ja, ik vond het wel leuk met die lipjes er zo op. Maar hij zit dus in een soort van hoesje. Dan heb ik hier een nieuw palet van Fab Factory. En dat is het Diamond Palette. You see the world through diamond eyes. Dit is een palette met 10 kleuren erin. Hoe leuk is die vorm gegeven? Echt de vorm van een diamant. En die ziet er dan zo uit. Spiegeltje aan de binnenkant. En dit zijn de kleurtjes. Ik zag deze staan. Ik vond deze heel leuk. Er zitten 10 kleurtjes in van 1 gram. En het palette is vegan. Maar misschien had ik hier ook nog wel een losse video over gaan maken. Wonder boven wonder kwam ik ook het nieuwste palet tegen van Max & More. En dat is het Peony Eyeshadow Palet. Ik had deze al op internet gezien, maar ik dacht, ik kan weer zoeken tot ik in ons weeg. Want ik heb al meerdere paletten gezien en elke keer zie ik ze gewoon niet. Ik mis geloof ik nog 2 die ik nog steeds niet heb kunnen vinden. Deze heeft best wel wat fellere kleuren, maar ik vond hem er heel mooi uitzien. En wat ik heel leuk vind, in de matte kleuren zit ook echt een roosje gedrukt. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien door het plastic. Maar dat is deze aan de binnenkant. En ik was heel blij dat ze hem nu hadden. Want ik wilde hem heel graag hebben. Maar ja, ik was er een beetje bang voor. En dan heb ik nog 2 paletten van Fab Factory. En dat is het Golden Eyeshadow Palette. Dat is deze met allemaal goudtinten erin. Heel mooi. Ik heb ook al meerdere paletten van deze. En die bevallen heel goed. Dus dat is deze met deze kleurtjes erin. Heel leuk. En ook het Shimmer Dusk palette van Fab Factory. Dat is deze. Deze heeft dit soort tinten. Er zitten ook weer wat speciale oogschaduws in. Hij doet me een beetje denken aan een doek van een bekend oogschaduw palette. Maar ik zou zo even niet weten welke dat is. Maar ik vond ze er heel erg leuk uitzien. Dus ik dacht, die neem ik ook nog mee. En ook heb ik deze lamp nog gekocht voor Diamond Paint. En die kun je op de tafel neerzetten. En ik dacht, het is wel handig om die boven gewoon standaard in te klemmen. Als ik boven met knutselen bezig ben, om die dan daar neer te zetten. Dat zou ook beneden kunnen. Maar je kunt hem dus aan de tafel doen. Maar je kunt hem ook gebruiken voor puzzelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon een lamp op batterijen. Maar ik vond het er wel interessant uitzien. Dus die heb ik ook nog gekocht. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik ben er blij mee. Ik ben blij dat ik de video heb opgenomen. Dat ik de spullen nu ook kan gaan gebruiken. Even wat dingen schoonmaken, maar dat komt goed. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij voor de laatste leuke aankoop hebt gedaan bij de Action. Of dat je misschien nog vaak bij de Action komt. Of dat je het momenteel even helemaal niet zo leuk vindt wat er ligt. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben ook wel benieuwd wat je het leukste item vond wat ik heb gekocht. Als je een leuk item zag natuurlijk. Want ja, iedereen is anders. En misschien was er niks bij waarvan je dacht, dat vind ik leuk. Zou je van een van deze producten een losse video willen zien? Zet het dan vooral even in de comments. Dan kan ik daar rekening mee houden. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!